Claudia, stel jezelf eens even voor. Ik ben Claudia Verschuur, ik ben 22 jaar. Ik ben afkomstig van Kruibeke. Ik heb daar altijd gewoond en ik ben niet echt van plan om er eeuwig te wonen, om het zo te zeggen. Ik wil dichter naar mijn werk gaan wonen. Ik heb vroeger taekwondo gedaan voor 6 jaar. Dan ben ik overgestapt naar darts, iets helemaal anders. Meer een cafésport, maar dat leek mij ook wel leuk. Daar heb ik dan jaren competitie in gespeeld en dat ook vrij deftig gedaan. Ik heb daarna basket... basket was al mijn passie, maar ik wou eigenlijk eerst voetballen. Maar voetbal was er niet voor meisjes op mijn 12-jarige leeftijd toen. Dus ben ik gaan basketten. Dus ik heb een hele lange tijd darts en basket gecombineerd, maar uiteindelijk ging dat niet meer. Heb ik toch de keuze gemaakt voor basket. Nu in mijn vrije tijd combineer ik nog altijd basket met fitness, geregeld is gaan zwemmen. Ook supporteren voor een voetbalploeg waar mijn vriend onder andere speelt. Ik doe hostessenwerk. Ik werk voor BC Hostess en Hostessenservice. Als ik nog tijd over heb, want ik werk ook 5 van de 7 vast, dus dat is niet echt evident. En dit alles wil ik combineren met mijn sport. Ik heb de indruk dat sport belangrijk is voor jou. Ja, als ik niet sport, voel ik me niet goed in mijn lichaam. Dus ik heb dat echt wel nodig. Dat is voor mij een ontspanning. Wat is jouw motivatie om deel te nemen aan deze verkiezing? Eigenlijk om mensen te leren kennen met dezelfde passie als ik. Mensen die echt leven voor te sporten. En ik wil ook met deze verkiezing meer mensen aanzetten tot sporten. Omdat jongeren... Je leest het in de kranten, je hoort het in het nieuws dat de meeste jongeren te veel achter de computer kruipen of verslaafd geraken aan PlayStation, Xbox, dat soort van zaken. Daar heb ik het zo niet voor. Ik zou ze echt willen stimuleren tot sporten en hopen dat daarmee het probleem van obesitas dan ook eigenlijk minder zou worden. Omdat kinderen die veel achter de computer zitten of veel tv kijken, die snoepen regelmatig, die worden te dik, heeft gevolgen voor de gezondheid. Allemaal niet goed, dus ik wil echt jong en oud meer aanzetten tot sporten. Jullie gaan op reis naar Namibië. Wat verwacht je daarvan? Dat lijkt mij een onvergetelijke reis te worden. Voor zover ik hoor, gaan wij heel veel leuke dingen doen, waaronder een dropping. Allee, ze hebben al een klein tipje van de sluier opgelicht. Dat lijkt me echt wel heel tof. Ook de meisjes, de groep, zijn heel tof. Iedereen heeft, zoals ik al zei, dezelfde passie voor sport, waardoor dat ook een teamspirit ontstaat. Het is niet, die is een grote kanshebber, die moeten we niet hebben, of die is veel te zelfstandig, die willen we niet. Iedereen werkt voor elkaar en het is een hechte groep en dat is ook heel belangrijk. Ik denk dat je dat bij andere verkiezingen niet gaat hebben. Wie is jouw Peter? Ludo Dirkses, dat is een wielrenner. Hij was vroeger de publiekslieveling. Hij ging altijd van in het begin vol een bak. En dat is mijn bedoeling ook. Ik wil ook tof overkomen naar de mensen, heel spontaan zoals ik ook ben. En ja, iedereen zijn doel natuurlijk is winnen. En dat van mij ook. Jullie moeten balpennen verkopen. Hoe zal je dat aanpakken? Goh, dat is een moeilijke vraag. Ze hebben ons gezegd zoveel mogelijk bedrijven aanspreken, maar de meeste bedrijven staan daar niet echt open voor. Oké, het is voor een goed doel, dat verkoopt gemakkelijker, maar toch het is niet evident om een heel groot aantal van balpennen te verkopen aan één bedrijf. Ook het feit dat ik werk is moeilijk te combineren met de balpennenverkoop. Ik moet echt vrije dagen gaan nemen, wil ik van bedrijf tot bedrijf kunnen gaan. Dus ik ga het meer van deur tot deur, of een taartenslag, of een... echt evenementen. Ik ga het meer op die manier aanpakken, niet puur op bedrijven gericht, omdat ik daar ook de tijd niet voor heb. Waarom ben jij de perfecte Miss Sports? Omdat ik spontaan ben en ik leef echt om te sporten. En ik wil ook iedereen aanzetten tot sporten. Het is niet omdat je gehandicapt bent of iets meer weegt of een ziekte hebt die levensbedreigend is, dat je daarom niet meer kunt gaan sporten. Ik wil echt iedereen erbij betrekken. Jong, oud, maakt niet uit welke huidskleur. Iedereen moet sporten. Dat is het belangrijkste. Hoe vier jij de eindjaarsdagen, Claudia? Kerstmis vier ik bij mijn ouders en nieuwjaar vier ik met vrienden. Maar ik blijf van die dagen. Welke droom wil je realiseren in 2008? Even goed blijven presteren als ik dit jaar heb gedaan. Ik wens jou een sprankelende toekomst toe. Dankjewel.